Welkom in het nieuwe pand van Picompany. Iets over dat thema, groei. Economische lente, groeien met mensen, maar ook wel een beetje nog meer doen met minder. Geven, zodat u aan het eind van de dag eigenlijk helemaal klaar bent voor die toekomst. En ook zin heeft om wat we vanmiddag met u wilden delen in uw bedrijven te introduceren. Ik ben trots natuurlijk op dit gebouw en op dit bedrijf, maar vooral ook op alle mensen die hier werken. En daar zult u een heel aantal vandaag ook van zien. Ik schreef een proefschrift over de vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving. Paul de Blot, Business Spiritualiteit Nijrode, het woord gegeven. People, als je erop vanuit gaat dat het om mensen gaat. Het enige aan de kinderen is, vertel hun verhaal. Je moet kunnen leven. Als je niet groeit, ga je dood. Elk leven wat niet groeit, gaat dood. Hoe ga je die 5 P's nou precies terugzien in het bedrijfsleven? Met elk bedrijf, met de jaarlijkse salaris. In het bedrijf moet je allereerst zorgen dat je winst hebt. Bedankt, dames en heren. Ingericht volgens het concept van het nieuwe werken. U kunt straks ook een rondleiding krijgen. Ik ben er bijzonder trots op dat ik de volgende twee sprekers mag introduceren. We hebben een prachtig boek geschreven, Work, Picompany en Trent Office Bakas in de persoon van Ajit Bakas. Met het boek willen we mensen in vele landen inzicht bieden in de grote veranderingen op het gebied van werk in de komende jaren. We willen mensen helpen zich voor te bereiden op anders werken, op anders managen en anders omgaan met talent, kennis, creativiteit en innovatie. Goed! HR en de toekomst, wat gaan we doen? Het probleem is, als je het hebt over de toekomst, dat heel veel mensen helemaal geen toekomst willen. Die willen dat het hele ongewijzigd nog 30 jaar doorgaat. Toch? Wat wordt dan het filmpje à la 1967 van nu, dat laat zien hoe arbeid er zo meteen uit gaat zien? Heel veel HR-mensen hebben helemaal niet door waarom talentvolle jonge mensen naar de stad trekken. Dat heeft hele grote consequenties voor de arbeidsmarkt zo meteen. Dingen gaan snel, dingen gaan razendsnel. En je moet dat kunnen gaan gebruiken. En je moet dat kunnen gaan verbinden. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dankjewel. Succes gaan doen, dat wordt het komende uur centraal gesteld. Ik wil u graag interviewen bij mijn collega's Louis van Woerden, Arie Vagen en Linda Hartman. Generatie babyboomers, dat zijn mensen die ergens tussen 45 en 50 ongeveer geboren zijn. Beatrijs, mag ik met jou beginnen? Zij is babyboomer. Een hele echte. Een hele echte babyboomer.
Vertel eens wat over jezelf. Generatie X. Generatie X wil zeggen, je bent ergens tussen 55 en 1970 geboren. Mag ik eens even, ga eens even staan als je daar toe behoort. Een belangrijk kenmerk van generatie X mensen. Nou, wij hebben kaartjes die je achter moet laten. Visitekaartjes die je achter moet laten. Ja, dat is geen netwerken. Nou, moet gewoon gaan linken. Gaan wie? Gaan linken. Ja, dat doe ik ook wel. Naar Beatrijs, ga alsjeblieft niet smart maken wat ze al 20 jaar doet. Dat weet ze inmiddels wel. Het komt me allemaal wel bekend voor, snap je? Ik weet wat dat betreft weet ik heel goed wie ik ben en wat ik kan en wat ik wil. Dus dat ontwikkelassessment is voor de babyboomgeneratie best lastig soms. Het beoordelen van prestaties, dat gaat enkel op de generaties heen. Het werd in één keer, kwam dat eind jaren 90 of zo uit de lucht vallen. Je moet netwerken. Ja, ik wist nog gewoon niet hoe dat moest, maar ik heb dat wel door schade en schande. Wat we merken aan Adriaan is dat het echt ervoor staan en het smart maken, dat zit er niet zo in. Hè? Dat is, hij is niet het soort leider als van de babyboom, vanuit het staan en de... Hè? Ik moet zeggen dat ik een goede vriendin gevonden heb in Beatrice. Oh, one size fits all HRM is gewoon passé, dat is gewoon echt niet meer. Je moet gewoon heel erg kijken naar de individuele kenmerken, de individuele talenten die mensen hebben. En wat Linda net ook zei, daar zit de groei, in die talenten. En niet zozeer in hetgene wat niet deugt. En daar helpen generaties bij, maar het is heel erg belangrijk dat inderdaad de individuen zelf, ondersteunde organisaties, ook op zoek gaan van ja, waar zit nou dat vlammetje? En waar gaat je staart nou van kwispelen als je naar je werk gaat? Nou, dat zijn de zaken waar je echt bij stil moet staan.